allemaal. Het is weer vrijdag. Zonnetje schijnt. Kijk. Altijd, hè? Daar zit het andere zonnetje. Ja, altijd schijnt het zonnetje. Lieve allemaal, dankjewel voor jullie support, medeleven voor het jatten van de fiets. Ja. Was het kut? Ja. Maar hey, na de boosheid, dan komt gewoon de berusting. Hoewel tegenwoordig geloof ik iedereen het maar heel normaal vindt. Ja. Zo van, oh ja, maar je bent toch verzekerd? Ja, dat klopt, we zijn verzekerd. Maar we moeten dit niet als het nieuwe normaal gezien. Nee. En daarbij, het is nog even afwachten wat de verzekering doet. Maar buiten dat, wij zijn onderweg naar La Crosse. Wij zijn onderweg naar Schijndel, nog 10 kilometer. Ja. Houd over 900 meter links aan. Ja. Ga de rotonde op. Doen we. Maaskantje. Ja. Ik wou haast wat zeggen. Maar... Kut jongen, dat wou je zeggen zeker. Kut jongen, zo'n een vuurbal. Ja. Maar wat wou ik zeggen? Nou, dat ook. Nou, maar... we gaan de fiets ophalen en dan gaan we naar Lidlhold. Ja, Siempie heeft nagenoeg zo'nzelfde fiets als wat hij had. Ja. Hij is alleen 3 jaar oud, maar dat maakt niet uit. We hebben een fiets, dus we kunnen lekker fietsen. Ja, dat vind ik het belangrijkste. We gaan hem dadelijk laten zien. We gaan hem dadelijk laten zien. En we hebben een super, super dik slot gekocht. Een alarm. Ja, een fietsalarm. En Mosep gehoorapparaten. Ja, het enige wat ik aan de ene andere kant hoop, dat als het alarm afgaat, ja, dat we het eigenlijk niet... Nou ja, dat we het eigenlijk niet horen. Want ik sta niet voor mezelf... Niet horen? Nou, ja, ik sta niet voor mezelf in, ben ik bang. Nou, dat is toch prima? Ja, dan zeggen we gewoon, oh, hij is gevallen. Ja. Ja, dat is een goeie. Nou, jullie, over 8 kilometer zijn we bij La Crosse. Tot straks. Zoals jullie zien, we zijn weer bij de La Crosse. Daar nou binnen geweest, ik ben de fiets weer op de camper ontzet. Ik zou zo meteen eventjes een nieuwe fiets laten zien. Nou, in principe valt er weinig aan te zien, want hij is gewoon dezelfde als de oude. Even die van de tas pakken. Zo, we zijn weer onderweg. Ja. Fietsen staan erop. Ja, ik zou ze eigenlijk nog laten zien, maar dat doe ik dadelijk wel even. Ja, 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 de jouwe. Ja, ja. Ja, ja. Het enige is je, hoe noem je dat? Dat, ja, weet ik veel, dat ding aan de voorkant. Ja, gewoon om je stuur vast te zetten. Ja, dat is ietsje anders. Ja. We moeten nog een kwartiertje. Dan zijn we lekker op Lidlhold. Even naar de jongens van La Crosse, Rick. Hey, hey, waar? Daar. Dankjewel. Ja. En we hadden elkaar nog aan de telefoon. Toen zei je nog, we zien elkaar nog. Want jij stond op de beurs, als het goed is. Ik hoop dat jullie een goede beurs hebben gedraaid. Maar dan wel onder andere omstandigheden. Yes. Gewoon voor een beurtje. Prima dan. Ja. Nou, wij zijn er bijna. En dan gaan jullie ons straks weer zien, hè? Aangekomen bij de Lidlhold. We staan op het trekkersveldje. We staan op plek A. Maakt ook niet uit. Het is wel een beetje zanderig, maar ja, goed. Kan ik er ook niks aan doen, hè? De rest zou wel vol komen te staan. Hij staat nu nog niet vol, maar het zou wel... wel volkomen. Hier staan er ook al aardig wat, dus. Maar maakt niet uit. Is allemaal prima. Ik ga de fietsjes er eens even afhalen. Dan kunnen jullie zien hoe of wat. Dit is hem dan. Dat is Camper 600. Nee, goed, die hadden we al. Nou, ziet er toch keurig uit. En jou hoor, ziet er prima uit. Dikke bandjes erop. Ja, de dikkere banden erop. Met alleen de verkeerde stickers, of deze heet wel zo. Kijk, het is Camper S600. En dit is de S100 XL. Ja, misschien was die er toen nog niet, hè? Nee. Maar goed, heb gewoon ook de 24 inch wielen. En hij is voor de rest helemaal goed. Vierende zadelpen. Dikke banden, althans bredere banden. Nou, prima. Ook weer blij. Moosje legt lekker even in de zandbak. Kijk. Hij is gelijk in de relaxstand. Hij lijkt ons wel.
met de camper weggaan. Hoppa, relaxstand. Wat ben je aan het doen? Ik was het bed aan het opmaken. We hebben andere dekbedden. De winterdekbedden. We hebben die uiteraard die zomerdekbedden nog. Ja, tuurlijk, die hebben we ook nog. Maar het wordt nou wat koeler, 's nachts. Ja. Dus we hebben de winterdekbedden gekregen. Yes. Dit zijn die vorige die we hadden was natuurlijk de Wonderbed Light. Ja. Die heb je ook nog in extra light. Ja. Die wil ik dan nog voor dadelijk voor je in het voorjaar, maar maakt niet uit. Deze zijn 400 gram vulling. En dan die andere die we hiervoor hadden, die zomer 200. Oké. Dus ze zijn dus dubbele. Dus ze zijn dubbel. Oké. En dat is Celestra. Wij hebben wel 1-persoonse. Wil je de 2-persoonse of de Lysimo-maat, houd er even rekening mee met je wasmachine inhoud. Ja, of die daar wel in kan als je hem kan wassen. Want het voordeel, voor mensen die het nog niet gezien hadden de verleden keer. Oh ja. Het voordeel van deze dekbedden is dat je geen hoezen eromheen moet doen. Nee. Nou, doe ik dat nooit natuurlijk. Althans, natuurlijk. Ik bedoel, ik haal hem eruit. Ik had ze thuis al gewassen hoor, dat gaat niet om. Ik haal hem eruit. Zo, een bed is opgemaakt. Klaar. Dit is gewoon alles in één. Ja. Hoe noem je dat? Dekbedhoes toch? Normaal vrom je je dekbed in zo'n hoes. Ja. En nu... kan je gewoon dit hele dekbed kan je in de wasmachine gooien? Op hoeveel moet je dat wassen? Ze kunnen op 40, geloof ik. Maar ik heb ze op 30 gedaan. Ah, prima. En, nou, mooi. Gaan we die eens een keer weer eens uitproberen. De 400 gram. Dus eigenlijk de winterdekbedden. Want ja, het wordt natuurlijk wat klammer. Het wordt weer wat kouder. Ja. En mensen die het ook willen, die kunnen het geloof ik ook bestellen. Want je hebt geloof ik zelfs daar weer een kortingscode. Een kortingscode. Oh, leuk. Simon 20, krijg je 20% korting. We zullen onder de dingen doen. Onder die beschrijving. Ja. En dan 20% korting. En die is geldig tot eind oktober. Daarna moet je gewoon weer de map betalen. Simon 20 en dat was allemaal met hoofdletters, ja, hè? Ja, maar dat doen we nog wel eventjes eronder zetten. Dat was makkelijker. Oké. Nou, hartstikke mooi. En makkelijk, dat is het belangrijkste. We zijn van het makkelijker. Want des te meer heb je tijd om lekker te genieten van je campertje. Jawel, makkelijk. En ik vind het gewoon lekker spul. En het is hyperallergeen en noem het allemaal maar op. Ja, kan je allemaal lezen. Ja. Helemaal goed. Kan je allemaal op de site lezen van celestra.nl. Dit is het. Afstandsbediening. Oh, kijk. Afstandsbediening. Oh, even zo. Nou, dus dit is gewoon een goede afstandsbediening. Dit is het apparaatje. Ik ga het laten zien. Ik heb hem al op mijn fiets gemonteerd. Althans, ja, het is zo bijzonder, is het niet? Dus, zal ik hem even optillen, jouw fiets? Hij moet even laten zien. Hij staat aan, hè? Hij staat aan. Ja, doe maar wat. Hij gaat eerst een geluidje geven. Let op, hè. Oren dicht. Dit is het geluidje en als hij dan verder gaat... Ja, je beweegt nou niet. Nee, heb je een knopje bij de hand, ja? Dat bedoel ik. Kijk, dat bedoel ik. Oké. Zo, hij is weer klaar. Ik zat met de verkeerde te kloten. Kijk, met deze. Die moet ik er nog op zetten bij de tas. Nu zie je aan je oren, jongen. Nou, hij werkt dus. Dus, en je zet hem gewoon met een tie-wrap hieronder vast. En dan denk je van ja, wat is dat knullig. Maar ja, ook als je dat aanraakt gaat hij af. Dus zo knullig is het niet. Het is gewoon een hele simpele oplossing. Kijk, ik ben even hier bovenop gaan staan. Hier staat de rest. Blijft een serieus leuk plekje. Fijn dat het zwembad nu gesloten is. En aan deze kant is sanitair gebouw. Zo, heb je lekker gekookt vanavond? Ik heb gekookt vanavond. De Liedenhoeve. Ja, lekker hoor. Ja lekker toch? Makkelijk. Zo is het. Kijk, hey, gezond hè? Ja, ik ben zeker gezond. Is dat voor jou? Nee, voor jou. Oh, ja, ik ben gezond vanavond. Eet ze. Klaar met eten. We gaan even de tasje weggooien. Nog een heel klein stukje. Hè? Ja. We gaan nog een heel klein stukje even het bos in voordat het donker wordt. Het is nu iets over 6:30, dus het moet nog net even kunnen. Kennen het.
Heel. Voor de mensen die hier nog nooit geweest zijn, kijk, daar stonden we net bij het restaurant. Die de hoeven. En hier lopen we zo het bos in, dus ideaal. Mooie Moos. Mooie jongen. Kijk. Kijk. Nou, we gaan eens even kijken. Het wordt al schemerig, dus we moeten even een beetje doorstappen. Wat heb je gezien? Een inktzwam? Nou, probeer het eens. Als het goed is, als je hem dan aan de onderkant kietelt, dan komt er inkt vanaf. Nee, hè? Inktzwam noemen ze dat. Want als je hebt al 50 keer geprobeerd vanavond. Nee, jongen. Eens zullen we een goede inktzwam vinden. En dan zou je inderdaad, als je eronder zit, dan komt er een soort inkt uit. Er komt inkt uit. De mensen moeten een tip hebben van, nou, daar is die aan te herkennen. Schrijf maar bij de opmerkingen. Goedemorgen allemaal, zaterdagmorgen. Goedemorgen. We waren vroeg uit bed, hè? Ja, hallo, maar we lagen om 9 uur. Ja, dus we waren vroeg uit bed. Nou, fietsjes staan klaar. Lekker stuk fietsen. Ja, inderdaad, lekker een heerlijk stukje fietsen. Het is mooie temperatuur ervoor, dus wat willen we nog meer? Niks. Nee. En ze stonden er nog. Ja, gelukkig wel. Toch slaapt het dan wat minder, hè? Nee. Nee, heb jij niet? Mij wel. Ik had wel zoiets vanochtend toen ik wakker werd. Zouden ze er nog staan? Nee, want ik bedoel, ik heb inderdaad wel vertrouwen in dat fietsalarm en in dat slot wat nu achterop legt, waarvan je bijna gaat stijgeren met je fiets zo zwaar. Of dat het slot 3,5 kilo is, dat is dan wel weer een beetje jammer. Maar ja, die frommel ik dan wel bij jou in de fietstas. Ja, toch? Met die herrie van gisteren hebben we ook gisteravond geen reet meer gezien. Nee, met dat geloei. Met dat uittesten. Ja, natuurlijk. Dat is het belangrijkste, dat het werkt. Nou, dan kan ik gelijk eens eventjes een stukje fietsen. Kijken of die helemaal goed is. Ik neem aan van wel, maar je weet het nooit. Ik heb even de bandjes opgepompt. En dan gaan we gas geven. We fietsen. Lekker door de bossen. Bolletje af. Aardig windje. Nou, hè? Ja. Maar het maakt niet uit. We hebben onze dikke jas aan. Boshi. Kijk, hier is alweer aardig gewold, maar dat is hier altijd. Aardig gewold langs de fietspaden. Zolang dat maar niet een groot zwijn op de fietspad staat. Nou, dan kunnen we mooi filmen. Ja, op de We zijn weer terug. Even fietsen weer vastgezet. Onder het hoesje. Ja. Dan gaan we nu even... Dat klemmetje denk ik nog even, of niet? Ja. Dan gaan we nu even naar het restaurant, want Marcel en Anita die zijn daar, dus dan gaan we even wat denken. Moosje zit ook al te wachten. We gaan naar zijn vriendinnetjes. Lekker fiets toch hier. Kijk, en er staat daar een club te Mitsenkolven. Volgens mij zijn er wel een paar bekenden bij. Ik zie daar campertrips, dus... We hebben dus gezellig eventjes op het terras gezeten met Anita en Marcel. Even lekker een drankje gedaan. En geborreld. En geborreld. Borrelplank dan, hè? Ja, borrelplank. Hun zijn dan op Natuurcamping Groenendaal. We zijn hier even langsgekomen. Nou, gezellig. Superleuk. Goedemorgen. Kijk, eikel. Ah, gaat hij achter die boom zitten, die knuppel. Kijk, die zit daar lekker nootjes te eten, denk ik. Kijk, daar gaat hij. Leuk. Zondagmorgen. We gaan over het park heen lopen en dan gaan we aan de achterkant eruit. Dan gaan we lekker wandelingetje maken. Wat een knap het, hè? Moosje zag hem ook, hè? Kijk, je ziet hem. Even kijken hoor, waar zag ik hem nou nog? Die rode dendron. Ja, kijk daar. Hij is gewoon een beetje aan het spelen of zo, joh. Nee, hij is nootjes denk ik aan het verzamelen. Grappig.
Nou, we zijn al in het bos. Kijk, we zijn hier hekje uitgegaan. Tegenwoordig gaan we gewoon aan de achterkant. Daar is het lekker rustig. Ja, dat gaan we doen. Fietstocht gemaakt. Ja, we hebben gisteren niet veel gevlogd zoals jullie gemerkt hebben. Ja. Waarom niet? We hebben een chalet gekocht op de Veluwe. Daar zijn we dus gisteren heen gefietst. We hebben een beetje in de tuin gerommeld en gewoon een beetje dingetjes gekeken, dingen opgemeten. Ja, voorbereidingen. Voorbereidingen voor een nieuwe vloer en allemaal gewoon leuke dingetjes. Dat is dus de reden waarom we gisteren niet gevlogd hebben. Camperen blijven we zeker doen. Ik wou net zeggen, campen blijft ook gewoon. Maar zoals jullie weten, Veluwe is nou eenmaal echt ons plekje. Ja, zeker. In de winter zijn de mogelijkheden voor het camperen voor ons hier op de Veluwe gewoon wat minder. Ja. Dus dan zullen we wat meer in het huisje, zoals wij het noemen, verblijven. Nou ja, het is een chalet, het is 10 bij 4. Dus, Als het goed is. Ja, meestal zo. En, nou, laten we zo zeggen, kijk, vloggen blijven we doen, maar waarschijnlijk worden de vlogs wat minder, niet meer iedere week, want wij willen alleen de camper, het camperreizen gaan vloggen. Ja, want dat is hetgene, even knuffelen. Nou, nee hoor, ja. even mijn hond eromheen. We zijn natuurlijk toen ooit begonnen met vloggen voor de ouwetjes thuis, dat ze zagen waar we zaten en ja, hoe dan ook. En nog steeds. En nog steeds voor de moeders. Ja. Maar hey, als we in het huisje zijn, weten ze waar we zijn en weten ze hoe het eruit ziet. Ja. Dus dat gaan wij waarschijnlijk niet vloggen. Nee. Mits we daar aan het wandelen zijn en we komen super gave dingen tegen, ja, dan gaan we die uiteraard met jullie delen. Absoluut. Nou, weten jullie een klein beetje hoe en wat? En camperen blijven we zeker doen. Daarom is het was ook toch wel heel belangrijk dat je dat belletje eventjes, die notificatiebelletje aanklikt. Want als we dadelijk door de tijd niet meer iedere week een vlogje erop gooien, dan krijg je wanneer dat hier het wel is. Ja, dan krijg je inderdaad een melding wanneer dat er wel een opgezet wordt. Nou, dat is eventjes een updateje van hoe of wat. Okido, we gaan nou lekker stappen. Yes. Prachtig mooi stukje dit weer. We krijgen er geen genoeg van, hè, van de bomen. Maar het is gewoon ook vooral die rust. Ik bedoel, als je in de Randstad woont, dan heb je gewoon 24-7. Heb je gewoon altijd herrie en dingen om je heen. Dit is gewoon even relaxed. Het is net of je aan het vissen bent, maar dan net anders. Ja, toch? Bah! Bedankt, hè. Je brilletje even afgedaan. Zag je niet zoveel meer? Ja, ik weet niet wat erop zit. Maar vier ramen zemen. Ja. Oh. Doe je dat zo? Vet nou zeker? Nee, jongen. Je hebt net brood met pindakaas op. Paling. Was maar waar. Ja. Die paling was trouwens lekker, hè? Die was top. Ja, die we vorige week gekregen hebben. Ja, echt super. Ja, was heerlijk. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Ik heb iets gespot daartussen. Ik ga er eens even heen lopen. Het is een of andere hokje, maar er zit gaas voor. Dus ik ga eens even kijken wat dat is. Kijk, we komen steeds dichterbij. Nou, ik vind het maar een beetje vreemd. Nou, en een goedkopere variant wezen, self-made, van zo'n schiethuisje of zo'n tellingshuisje, hoe je het ook wil noemen. Ja. Dit is alles. Bankje erin. Ook hier moet ik natuurlijk even in.
Je weet nooit, eens even kijken. Kijk, dan gaan ze hier tussendoor gluren zo. Ja, je zit inderdaad verdekt. Verdekt opgesteld. Kijk, Simon staat ergens in een hutje aan het kijken. En onze kleine smurf. Kijk, die legt lekker lang uit te wachten op de baas. Kijk, en als Moos het niet goed ziet, dan gaat hij zo zitten. Dan is hij wat groter. En nu ben ik weer in zo'n hoogzit geklommen. Nou, er blijft er gewoon een kleine jongen natuurlijk in zitten. Ja, want nu hebben we zo. Kijk, hier dan. Kijk maar in mijn camera zo. En kun je zo naar dat plekje gluren. Er is niks nu. Hier kunnen we ze even spotten. Ook niks. Helaas. Kijk, waar komt hij weer aan? Ergens. Ah ja, ik zie hem in beeld komen. We naderen alweer het Liederholt. Ja. Ik denk dan we rond de 5 kilometer zitten, maar dat horen we zo wel. Nou, ik ken hem zo. Ja, dat maakt ook niet uit of hij nou stopt of... En dan zeggen die paar honderd meter, Moos, even wachten, lieverd. Die paar honderd meter maakt ook niet uit. Nee, hè. 4,73. Dus laat me zeggen, een dikke 4,5 kilometer. Ja, nou prima toch. Lekker rondje. Ja. Hallo. Dan gaan we hier. Gaan we via de hoofdingang? We gaan hier via Spoek gaan we erop. Ja, oké. Nee, we nemen de hoofdingang. Ja, wat je wil. Wel ja, dan komen we aan de 5 kilometer. Ja toch? Wat is je doel? Ja. Hey, Moos, kom. Moos, ik denk hierheen. Moos is er klaar mee. Kijk, normaal gaan we er hier op. Een stukje verder doorlopen. Dit is Camping Spoek. Een stukje verder doorlopen en dan kun je links weer het Liederholt op, via het hek. En hier heb je het trekkersveldje waar wij op staan. Kijk, even geglimd door het hek. Hier staan wij. Wij gaan via hoofdingang naar binnen. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Kijk, zo legt Moos de kluiven. De hand? Ja. Kijk, onze kleren zo in zijn mandje en dan laat hij zijn kluif in zijn mandje en dan gaat hij zo, ja, zo leggen. Want ja, inderdaad, de grillplaat wordt weer kouder, dus we kunnen weer gaan platen. Natas is alles klaar aan het maken. Ja, we hebben er net nog lekker heel de tijd bij campertrips gezeten, Rob en Ellen. Ja, die, kijk, kennen we. Ja, ja. Nou, we zien daar de luif vol. We zien daar de lijf vol. En gelukkig hebben we hem gevonden, want... Ja, het was de grillplaat kwijt. Maar Helen kwam al met de grillplaat aanzetten, maar... Ja, super lief. Was niet nodig. Achteraf. Nou, Tas heb hem gevonden. Ja, je verandert wel eens wat in de camper en dan andere plekjes. En dan ben je zo autistisch. En dan denk je, oh, hij legt er niet. We hebben hem niet. Maar toch. Ja, dacht ik echt. Ik denk, oh shit. Nou, volgens mij is de anti-aanbaklaag er al aardig af. Ja, van ons toch ook. Oh, van ons ook, ja. Dus, nou, klein bordje met vlees. En dan gaan we eten. Wil je nog pindasaus? Ja, lekker. Lekker pindasausie. Zoals ik al zei, we hebben lekker bij Rob en Ellen even lekker gesnackt. Wat gedronken. Beetje gehouwd. Nou, dit doen. Dadelijk even de fiets op de drager. Moosje laten hengelen. En dan is het alweer tv-tijd. Want ja, aangezien dat het alweer snel donker wordt. Het is nu 5 voor 6. Rond 7:30 is het alweer donker. Dat is dan een beetje jammer. Maar ja, elk jaargetij. Heeft ook weer zijn charme, hè jongen. Zo is het. Nou, voor zometeen eetje. Eetje. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen allemaal. Maandagmorgen. Het is 10:30 geweest. Ja. Het zit er weer op. We zijn eind op weg. Nog even vegen.
Ja, even fietsenhoes er nog op. Oh ja, fietsen moeten er nog op. Eerst even de alarmen eraf, anders gaan ze gillen. Ja. Moeten we even rekening mee houden. Ja, toch? Nou, het was een heerlijk weekend. We hebben genoten ervan. Superleuk weekend. We hebben nog steeds mazzel met het weer. 'S nachts en 's ochtends vroeg een beetje regenen. En nu is het ook weer droog. Ja, nou ja, hartstikke goed, joh. Heerlijk, hè? En dat voor oktober. Ja, ja hoor, Smurf staat alweer klaar. Daar komt hij, hoor. Het is echt bizar. Als we die camera pakken en hij hoort dan een praat zijn, moet onze acteur ook weer in beeld. He? Ja. Nou mensen, we hebben weer aardig wat nieuwe abonnees erbij. Ja, dankjewel ervoor. Welkom op ons kanaal. Leuk, we gaan naar de 4000. Ja, hartstikke leuk. Nou. Volgende week hebben we ook een leuk weekend. Ja. Gaan we lekker met Thee en Kaar op stap. Ja. Tegen elkaar gaan we op stap. En dit weekend met Rob en Helen was gezellig. En met Marcel en Anita. En Anit en Gon en Rob hadden we nog gezien. Ja toch, we hebben weer een fantastisch weekend gehad. Nou, voor bedankt ons voor zit het kijken. Voor ons zit het er weer op. Inderdaad, bedankt voor het kijken. En tot volgende week. Doei doei.